aan Ivo. Goedenavond, applaus voor Mystic Royale. Dank je wel, lieve chef. Goedenavond, Oudenaarde! Goedenavond, dames en heren van de jury. Goedenavond, iedereen. Mijn naam is Mystic Royale. Ik ben 24 jaar en afkomstig uit het Antwerpse Zoersel. In het dagelijks leven ben ik heel hard aan het werken om mijn eigen zaak uit de rond te stampen, omdat ik toch ook een leventje buiten het travestie wil hebben. Ik heb een heel plezant leventje als travestie, ik kom overal. En dames en heren, wat travestie voor mij betekent, is eigenlijk alles wat ik hier vanavond zie in de zaal. Travesties met een hele overdreven mooie make-up, travesties met een kleinere, vrouwelijker make-up. Er zijn zoveel unieke creaties in ons travestiewereldje. En iedere creatie in dragvorm, travestievorm, verdient enorm veel respect. Want, zolang de laatste zijn we nog altijd vrouwen met ballen aan lijf om zo buiten te komen. Dank u wel, dames en heren. Als vrouwen, kan dames en heren, Mystic Royale. Dank u. Dank u wel. Mooie woorden. Kandidaat nummer 2, haar persoonlijke voorstelling, Gypsy Bling. Dank u wel, meneer Speciaal. Goedenavond, dames en heren van de jury. Familie, ouders, vrienden en MTB-liefhebbers. Mijn naam is Gypsy Bling. In het echte leven Louis Dieter. En met mijn 48 jaar ben ik de oudste kandidaat die vandaag meedoet. Samen met mijn dansteam ga ik proberen om mijn beste liedje voor te zetten. En jullie samen met alle andere kandidaten een fijne avond of zo. Dank u wel en tot snel. Let u ook op de kledingcreaties opnieuw. Kandidaten nummer 3, haar persoonlijke voorstelling, Mira Rubia. Goedenavond allemaal. Ik denk dat iedereen wel een droom heeft. Ik had toen ik zo klein was al een droom, ik wou trouwen. Door deel te nemen aan deze wedstrijd heb ik deze droom opgevolgd. Ik heb al mijn tijd, mijn passie, energie en vooral geld in de verkiezing gestoken. Dus moesten er nog mensen zijn die, en nog mannen zijn die willen trouwen met mij, zorg dan dat je veel geld hebt, want mij gaat het zo. Mag ik vragen aan de rest van het publiek om het licht in de zaal aan te doen, want jullie zien mij, maar ik zie jullie niet. Dus. Voilà. Comment usted anotado tengo un nombre español? The reason for that is because I find my second home in Spain, in Benidorm, where I met the most best friends in the world that came for your family over the years. Love you, sisters. In mijn zoektocht naar Spanje heb ik mezelf gevonden. Wat heb ik daaruit geleerd? Dat is vooral mezelf blijven, mijn hart te volgen. En daar is mijn familie altijd heel belangrijk geweest en nog altijd natuurlijk. Ik hoop dat de pintjes smaken, want ik weet dat jullie niet graag kava drinken, dus heb er nog niet gekregen, maar bon, geniet van de avond. Voilà, dus ik was bijna vergeten dat ik in België ook nog heel veel vrienden had, zodat ik in Spanje te zitten. En zo goed, geniet van de avond, beste jury. Ik heb eigenlijk met mijn deelname maar één wens, en dat is een boodschap de wereld in te sturen. Anders zijn moet aanvaard worden en moet bespreekbaar zijn. En ik wil daar echt werk van maken. Ik heb het dan niet alleen over transseksualiteit, maar in elke zin van het anders zijn. Dus dat kan ook in kleine dingen zitten. En ik denk dat de titel van Mr. Travestie voor mij de deur gaat openen om die boodschap verder door te brengen. Om mij te laten zien en om een aanspreekpunt te worden voor mensen die anders zijn en die effectief zich daar niet altijd goed bij voelen. Dus ik hoop dat jullie daarbij rekening houden. Dames en heren, doorbreek de clichés, sorry, en wees jullie zelf. Dat is echt oké. Een beetje gay, dat is oké. Hallo, geniet van de avond allemaal. Dank u. Ja, sorry mensen, maar dit is echt mijn ding op een podium staan. Maar ik weet dat ik het afronde, want ik denk dat ik al ver over mijn tijd ben. Maar ik wil toch nog zeggen, het is de eerste keer vanavond dat ik op een podium sta. De eerste keer dat ik ga optreden, nooit gedaan. Dus het is allemaal heel spannend, maar ik heb mij 300% gegeven. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten, zoals ik dat zeker nog ga doen. People, give respect
and you will get respect, love, and you will be loved. Allemaal een zeer fijne avond. Dankjewel, Lida Rubia. Kandidaat nummer 4, Starina. Goedenavond, dankjewel, Miss Michelle. Goedenavond, dames en heren, geachte juryleden, vrienden en collega's. Van harte welkom hier in Salons Mantovani op deze weer eens mooie verkiezing van Miss Travestie België. Mijn naam is Starina. In het dagelijkse leven ben ik Lieve Jonathan en mijn opleiding is schoonheidsspecialiste. Ik heb mij een paar jaar geleden omgetoverd tot mijn haarkapper als nagelstyliste, daarmee dat ik zo lange nageltjes heb. En mijn haar, dat kon ik niet meer kleuren, want ik had het een beetje te druk met andere dingen, als je snapt wat ik bedoel. Maar, genoeg over mezelf gezegd, ik wou het zeer kort houden, dat heb ik ook gedaan. Ik wens iedereen hier vanavond een zeer leuke avond om nooit meer te vergeten. Ik wens al mijn medekandidaten zeer veel succes. Maar toch hoop ik, dames en heren, omdat ik vanavond de kleinste ben, dat ik het kroontje op mijn hoofd mag zetten. Dan steek ik er namelijk een beetje meer uit. Dank u wel. Dank u wel, kandidaat nummer 4. En kandidaat nummer 5 met haar persoonlijke voorstelling, Miss Stephanie. Goedenavond, mensen van de jury. Mijn naam is Miss Stephanie, in het dagelijks leven gewoon Stef. Ik ben, ben te werk gesteld als schoonmaker met dienstenchecks en ik woon samen met mijn man in Averbode, Scherpenheuvel-Zichem. Ja. Nu, dames en heren, in mijn vrije tijd zorg ik voor onze 2 sjouwsjouws, 4 katten en 30 struisvogels en ik wil u nog meegeven, dames en heren, het leven is zoals een wasmachine. Zelfs als het niet draait, is het toch proper om naar te zien. Dank u wel.